gewoon echt ja. Ja, gewoon bizar eigenlijk. Als je erover terugdenkt, denk je, wat hebben we allemaal meegemaakt in één week. Net thuis zitten de muzikanten nog steeds op de wolk van hun Vietnamese avontuur. Dat begon met een zakendineetje van de trombonist die voor een scheepsbouwer werkt. En toen, ja, eigenlijk in een gekke bui, zei ik van, kunnen jullie een keer komen spelen hier? Nou ja, dus werd gevraagd, wat voor vorm van muziek maken jullie? En wat, gelijk wat filmpjes van YouTube gedeeld. Nou ja, dus ze zagen wel mogelijkheden. In de havenstad Haiphong en in Hanoi lieten de Aalburgse muzikanten van zich horen. Tot groot plezier van de Vietnamezen die zoiets nog nooit gehoord hadden. Het eerste echte grote concert wat we gaven in de Opera House van Haiphong. Daar was het echt, ja, ze bleven ook maar klappen en op het eind moesten ze ook allemaal naar voren toe komen en een bloemetje in ontvangst nemen. En er werden alleen maar foto's gemaakt continu. Er kwamen mensen het podium op en die wilden allemaal op de foto. Dan maak je gewoon, dan maak je Nederland niet mee, zoiets. Dus dat is gewoon heel leuk. Wat sprong er voor jou uit? Ja, toch wel het laatste concert in de concerthal van Hanoi. Dat heeft ontzettend goed gespeeld. Want ja, je zit eigenlijk in een soort flow, de hele week trek je samen met elkaar op. En dan, ja goed, iedere dag één of twee concerten. Dus iemand, en eigenlijk zijn we daar wel, vind ik, boven onszelf uitgestegen. Ja.